Zo, het is weer tijd voor Bivex Pitnieuws. En deze week gaan we het hebben over een nieuwe Bickering Neck. Nou, dat gebeurt ook maar zelden dat je echt een nieuw model Bickering Neck krijgt. En ja, wat voor heerlijke gerechtjes kan je dan bereiden op deze nieuwe Bickering Neck? Eigenlijk niks. Je kan natuurlijk een schoorsteentje eraf halen. Dan zou je daar een tandoorring op kunnen leggen en wat spies in hangen. Maar daar is hij niet voor bedoeld. Het is namelijk de Bickering Neck Chiminea. Een Chiminea, dat betekent gewoon tuinhaard. Dus dat klinkt heel interessant. Is het op zich niet. Eind jaren 90 maakte Bickering Neck ook al vergelijkbare kacheltjes. Het is dus een soort retro kachel eigenlijk deze. Was gebaseerd op de Mexicaanse kacheltjes, tuinhaardjes. En ja, die hebben ze nu dus weer, hoe zeg je dat, nieuw leven ingeblazen. Hij is gemaakt van hetzelfde keramiek als de standaard Bickering Neck. Dus hij kan ook goed tegen de hitte. Hij kan ook tegen vorst eventueel en dergelijke. Natuurlijk is het beter om hem droog weg te zetten. Maar tegenstelling tot de traditionele Mexicaanse tuinhaardjes kan hij wel wat doorstaan. Roodhuis is gemaakt als tuinhaard, dus met een vuurtje erin. Dus laten we daar eerst maar eens even mee beginnen en een vuurtje erin stoken. Nou, ik heb er wat houtjes in gelegd en een aanmaakblokje. Dat hebben we even niet gefilmd, dan zit je alleen in mijn rug te kijken. Onderin deze chiminea, er ligt een laag rode lavastenen. Die nemen straks de warmte van het vuur goed op en die houden dat ook vast. En die zorgt dat hij ook een goede en een mooie warmte uitstraling houdt. As van je vuur valt ook tussen die stenen in. Eén keer in zoveel tijd moet je even het as van de bovenkant van de stenen eraf halen. Maar wat er tussenin valt, dat kan je gewoon laten zitten. Eigenlijk zorgt dat alleen maar voor een steeds betere, mooier isolerende laag naar de bodem toe. Hij is voorzien van een aantal metalen delen natuurlijk. Zoals het schoorsteentje, het onderstel en het deurtje. Nou ja, die zijn allemaal hittebestendig gepoederkoot. Dus die kunnen gewoon alle weersinvloeden makkelijk aan. Nou, verder is die voorzien van een metalen deurtje. Met een duidelijk herkenbaar Bickering Neck handgreepje erop. Roostertje erin. En ja, ook die is gewoon heel simpel. Deze haak je achter die wand. En deze leunt op de onderkant. He, dus je haakt hem erin en dan zakt er iets. Op zich is het wel handig. Want het is ook meteen een vonkenvanger. Ja, zelf zou ik het niet zo gauw gebruiken, want ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit op mijn locatie. Maar als jij natuurlijk gewoon een mooie houten vlonder hebt of wat chicere plavuisjes hebt en dergelijke, dan is het natuurlijk wel lekker als dat een beetje afgedekt is. Voor de rest is het ook, heb je kinderen, lopen je huisdieren eromheen en dergelijke, dan is het ook wel handig als je hem even af kan dekken met een vonkenvanger. Nou, hetzelfde verhaal heb je eigenlijk een beetje in de schoorsteen. Daar heb je natuurlijk ook echt sleuven zitten die eventueel vonkjes en dergelijke tegenhouden. Ik zei het al, keramiek is hetzelfde als van de Bickering Neck zelf. Dus ja, dat is een beetje spannend, want de Bickering Neck is eigenlijk juist gemaakt om zijn warmte binnen te houden. En bij een kachel wil die juist dat hij de warmte naar buiten uitstoot. Daarvoor hebben we natuurlijk een hele grote vuurmond erin zitten gelukkig. En daarvan zal de warmte ook gewoon naar je toe stralen en de gezelligheid die erbij hoort. De afmetingen, ik heb daar een minimax staan, dat kan je het ongeveer zien. Hij is iets groter is de Minimax qua diameter. Het is een beetje het formaat, denk ik, van de Bickering Neck Medium. Ja, hij heeft dus eigenlijk al een mooi gedegen stalen onderstel gepoederkoot. Wat ik wel persoonlijk, als je dan kijkt naar wat zijn eventueel nadelen van deze Chiminea, heb ik wel zoiets van, hij staat los op dat onderstel. Het is een ring met drie haakjes en daarop die poten. Op die drie poten staat hij prachtig stabiel. Er gebeurt niks mee. Alleen, ja, hij is natuurlijk niet heel makkelijk te vertillen. Hè? Ik bedoel, het is niet zoals met je Bickering Neck Large dat je een nest en handler hebt en dat je hem alle hoeken in kan rijden. Dus ja, zonder handgreepjes. Natuurlijk kan je met z'n tweeën verzetten. Hij is niet echt zwaar. Hij is lichter als mijn Minimax. Maar ja, omdat hij niet vast zit in de onderframe, vind ik dat een klein beetje een dingetje. Maar goed, meestal zal je zo'n haard ook zetten op een vaste plek en zal die daar ook blijven staan. Nou, het vuurtje begint lekker te branden zo, dus ik zal even de vonkenvanger ervoor plaatsen. Die haak je gewoon achter het keramiek en de onderkant die leunt eigenlijk gewoon op de bodem van die vuurmond. Nou, hiermee heb je meteen een mooie vonkenvanger en die zorgt ook dat er geen vonken op je plavuizen, hout of vlonder of wat dan ook terecht kunnen komen. Ja, kijk, laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk niks sfeervoller als lekker bij zo'n vuurtje zitten. Ik had het net over de warmte. Nou, hij gaat echt wel een beetje warmte uitstralen, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met een stalen kachel, want de warmte die komt echt uit deze kant eruit. Voordeel is ook dat je wat dichter bij een omgeving kan zetten, als bijvoorbeeld wanneer je een stalen houtkachel zou hebben.
Nou, het is natuurlijk ideaal voor de komende winter, herfst, mooie nazomeravonden misschien nog. Ja, wat is dan lekkerder als bij het vuurtje zitten. En ja, wij hebben op voorraad. Het is een limited edition. Er zijn een beperkt aantal beschikbaar. We hebben ze gelukkig bij Beef Exclusief een aantal staan. Dus je kan ze zo meekomen halen of meenemen. En ja, dan nog even de prijs natuurlijk. De Bikkernik Chiminea, zoals die hier staat, kost €990. Maar dan heb je ook gewoon echt een sfeervolle kachel in stijl met ja, de hele Bikkernik dan wel barbecue omgeving. Nou, vind je nou leuk om op de hoogte te blijven van dit soort tips en tricks? Volg ons dan ook op onze YouTube kanaal, @beef_exclusief. En ik zou zeggen, mijn naam is Ab de Graaf, dit was Beef Expert Nieuws. Tot de volgende keer.